Kijk, jullie. Haar vader had uitnodigingen gestuurd naar al zijn 3 miljoen. De prinses was nog helemaal niet klaar om te trouwen. Greep naar de baard van de koning en zei: Hey papa, doe eens chill. En toen zei de koning tegen de prinses: Als je nu niet heel snel op. Het sprookje van Leila, de 30-jarige prinses. Tijdvrees, ook wel agorafobie genoemd. Angst voor plaatsen of situaties waar het ontsnappen moeilijk of. Ik heb gehoord dat ze met buiten komt. Ik heb gehoord dat ze zo slecht kookt als haar moeder. Ik heb gehoord dat ze. Amira, waar blijven jullie nou? Of is je toch niet? Ik ben getrouwd met de enige ambulancemedewerker. Zonder benul van tijd of richtingsvervolg. Nee, was een prapoep. Sorry. Mama, is dat de politie? Klaas, is dat school toe? Hallo? Op een bruiloft. Als je je niet al onzeker voelde na 4 uur bij de kapper duurt, nam als kind een kussentje mee de straat op zodat haar koninklijke kont niet vies zou worden. Welke Zina is de mooiste in heel het land? Irritante. Die tot ik halen naar. Ik hoorde al zoiets. Geweldig. Gefeliciteerd. En over succes. Jij was toch bevriend, hè? Ja. We hebben vroeger wel het schip op. Ja? Ja, hoe laat vertrekken we dan naar Schiphol? Prima, goed maar. Bepalen dat hij niet hun zoon is. Milika, heb je gezien wie je naar de. Weet je nog vroeger? In de buurt? Hij was zo klein, zo klein. Maar kijk. Sorry, ik voel me niet zo lekker. Ik ga even een luchtje scheppen. Dag meisje. Hey. Oké, kom mama. 30 en alleen op een bruid. Amira. Ja, wacht maar tot we thuis zijn, Blink. Precies die. Wittig man, we hadden een beetje oponthoud. Ben je zeker dat het hier? Heeft Jasmine ook in Oostana uitgenodigd? Iedereen zit me maar aan te staren. Ik krijg het er helemaal warm van. Nou, laat ze lekker.